Hallo, goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga de vlog hier beginnen, onderweg naar het ontbijt. We gaan zo dadelijk ontbijten. Het is onze tweede dag in Ibiza. En we beginnen de dag een beetje bewolkt. Dus ik weet niet of we eerst gaan zwemmen of eerst iets anders nog gaan doen. Maar ik ga nu naar het ontbijt wandelen. Zoals jullie kunnen zien is het best slecht weer. Het begint al een beetje te regenen. Er is wel ook wat onweer. Maar het is wel nog heel warm. Dus rond de 27, 30 graden denk ik dat het nog is. Tegen de namiddag zou het gedaan zijn. Maar om met dit weer aan het zwembad te liggen hadden we niet zoveel woesting. Dus, maar het is wel ideaal om te gaan shoppen en misschien naar Valtvilla opnieuw te gaan. Want anders is het veel te warm in de stad. En nu is het ideaal regenweer. Dus ja, gaan we dat doen. We zijn aangekomen in Ibiza stad. En we gaan zwommen erna, een beetje in de zon gelegen. En nu ben ik nog even aan het wachten tot iedereen klaar is. En dan gaan we naar het diner en daarna naar de zonsondergang, dit keer op het strand kijken. En ja, dan misschien de avond show kijken. We weten het nog niet. Ik heb een klem in mijn haar. Ik hoop dat jullie hem zien. Die is van Shein. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben. Het is zo'n bloem.
Ik heb een ketting aan van Shein. Oorbellen zijn van een boutique, zijn wat ouder. Armbandjes zijn ook van Shein. En dan dit kleedje hebben jullie al vaker gezien, is ook van Shein. Dat blijft super leuk. En zeker nu dat we naar het strand gaan, is dat ideaal. Dus ja, en ik ga in een aparte, korte vlog een Ibiza shopping haul doen. Maar niet alleen van wat ik vandaag in Ibiza stad heb gekocht, maar ook wat ik op nog leuke excursies ga misschien kopen. Of hier in de winkel van Totaal, want ze hebben ook een super mooi kleedje hangen. Maar ja, dus er komt ook een Ibiza shopping haul aan. Gegeten en we zijn onderweg naar de sunset spot. We hebben nog maar 10 minuten om de zonsondergang op Cala Miracionetta te spotten. Zoals jullie weten, mijn favoriet de strand. Hier staan de bordjes. En dit moeten wij helemaal naar beneden. Dus ja, hopelijk halen we het nog om de zonsondergang daar te zien. We gaan normaal altijd naar Hostel Torre, maar we hadden zoiets. We gaan dit jaar eens iets anders doen. We gaan eens op het strand kijken, dan ergens anders, dan op een uitzichtpunt. De vlog hier afsluiten. Achter jullie zien, achter mij, sorry, niet jullie, het is avond, zien jullie San Antonio met alle lichtjes. Maar ik ga de vlog hier afsluiten na een leuke avond. De zonsondergang was wel bijna niet zichtbaar. In Cala Miracionetta. Iemand had ons gezegd dat je daar kon zien, maar je kunt wel de lucht zien, maar je ziet niet de zonsondergang. Dus ja, was wel mooi, maar niet wat ik wou zien. En daarna zijn we nog naar de avondshow geweest en hebben we nog een pina colada gedronken. Was super lekker. Het is echt wel een leuke dag geweest. Met eerst wat slecht weer, daarna wat wisselvallig weer en daarna nog een hete afsluiter. Het is nu nog steeds
achteraan een 20, midden 20 buiten. Dus het is nog steeds warm. En zoals jullie weten ben ik altijd boven in de top van de berg. Ja, dus we moeten altijd eentje klimmen eerder dat we hier zijn. Ik ga echt stil praten, want volgens mij slapen al de buren hier al. Het is denk ik 11 uur of zo, dus ja, mijn haar ziet er niet meer uit. Maar ik ga bij deze vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een interessante en fijne vlog. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Bye!